Er was nog een vrije trap in het voordeel van Sparta. Het is Medoujani. En nog een keer. Medoujani blijft op de been. Legt even terug. Keita. Bouazan. Feyenoord in de verdrukking. Bouazan. Met een uitstekende voorzet. Anastasiou uit de draai. En Omodai. En dan wordt er geappelleerd voor Hens. Er is heel Sparta woedend. Medoujani. Makkelijk langs Lachenko. Dan de paas binnendoor richting Bouazan. En daar de voorzet. Anastasiou niet. Medoujani. En daar de vroege openingstreffer. Maar de vlag is omhoog gegaan. Vanwege het buitenspel van Dominique van Dijk. De voorzet richting Anastasiou. Toen nog geen buitenspel. Maar dan staat Van Dijk uiteindelijk wel buitenspel. En dus is het vlagsignaal terecht. Dominique van Dijk. Daar gaat Bouazan aan de rechterkant. Maar die krijgt de bal er niet in de loop. Bouazan. Het schot van afstand. Nou, zeker niet slecht. Maar wel recht op Roorda af. Sokolover komt heel ver, zeg. Niemand pakt hem aan. En hij slalomt zich heel ver door de defensie van Twente heen. Bouazan, Anastasiou, Bilaard met een hele nuttige ingreep vanuit het oogpunt van FC Twente. Rozen. Geen ruimte om te schieten. Op Bodai. Voor hem geldt hetzelfde. Bouazan. Op Bodai. Op Bodai. En Excelsior ontsnapt. Niet dat Obodai op die hoek mikt, maar daar belandt de bal uiteindelijk wel. Op de paal naast Zwartdoet. Medoujani, er ligt wat ruimte voor zijn neus. Bouazan. Bouazan. Vrij binnendoor bij Zijmen. Mooi steekballetje in start op Medoujani. Van Dijk. Bouazan erover komt buitenom. Maar de bal gaat richting Obodai. Obodai in één keer breed, dat lukt. Maar ten koste van een hoekschop voorkomt Excelsior problemen. Emnes. Weg bij Van Nieuwstad. Maar die komt hij nu nog een keer tegen. Emnes. Bouazan. Bouazan. Zijn het. De bank springt op bij Sparta. Maar de bal is naast. Uitworp van Didulica. Bouazan zit ertussen. Voor de goal is Emnes ook. Medoujani meldt zich. Bouazan wacht lang. En de paas komt dan. Medoujani in de drukte. Komt niet tot de schot. AZ heeft het lastig tegen Sparta. De Jong. Cissé. Een fel duel met Bouazan. En de Sparta aanvaller wint. En die loopt nu door. Die zou de bal moeten krijgen. Daar is die Bouazan. Emnes wijst. Daar gaat de bal langs. Medoujani van een meter of 20. Medoujani met een uitstekende knal van, nou wat zal het zijn, 20, 22 meter in de tweede minuut. Emnes. Op rechts komt hulp via Obodai en Bouazan. Emnes. Obodai. Echt ruimte om te schieten is er niet. Dan nog maar een keer richting Bouazan. Die probeert binnendoor te kruipen bij De Jong. Dat lukt voortreffelijk. Bouazan, die kan heel ver en die jaagt de bal helemaal de andere kant op. Het is een zeldzaamheid dat Marcel De Jong zo makkelijk wordt uitgespeeld. Bouazan met het wapen. Snelheid. Bouazan buitenom bij De Jong met een uitstekende voorzet. De bal blijft in ieder geval binnen voor Emnes. Emnes krijgt alle tijd en alle ruimte voor een voorzet. En Oost trapt de bal over. Oost. Goeie bal van Bouazan. Polak buitenom. Oost. Oost. Nu dan. Nee, Kujovic. Hier ligt hij goed in de weg op de inzet van Oost. Bouazan. Toch al een paar keer op snelheid langs De Jong. Nog niet met een doelpunt tot gevolg. De rover.
De Jong. En met name rechtsachterin heeft Roda de grootste problemen. Bouhouzan. Daar gaat hij weer. Heel knap, Bouhouzan. Waar eindigt het? Het sterft weer in schoonheid. Obodai maakt snelheid. Bouhouzan, die krijgt de bal eigenlijk ook te laat. Die zou hem al eerder moeten krijgen. Bouhouzan terug op Obodai. Op 16 meter, Obodai. Nou schieten. Obodai, over. Aftellen in Kerkrade. Minder dan 5 minuten met 1-1. Komt er een winnaar. Bouhouzan. Om Swinkels heen, nog een keer om Swinkels heen. Dat zijn twee aardige bewegingen. Zwetkov met een gelukje. Zwetkov! Ja! Je kan het niet een echt mooie vloeiende aanval noemen. Maar hij zit er tenminste in. En op basis van de durf en het vertonen spel...